Steun. Nou, het is al middernacht, mensen. We staan nog steeds bij de Tweede Martelkamer. En we worden geen cent rijker hier. Er worden geen cent gedoneerd voor deze mensen, gesteund. Ik geef geen toestemming. Alleen maar armen. Hij heeft je niet gefilmd, schat. Nee. Zeker niet. Sommige mensen willen niet op beeld komen, maar het gaat erom wanneer krijgen ze hun geld terug, wanneer krijgen ze een vergoeding. Daar komen ze elke keer hier naartoe en dan krijg je alleen maar draaien, wie is verantwoordelijk, wie moet het oplossen, er zijn zoveel mensen bezig. Het gaat erom, ze zijn gedupeerden. Wanneer worden ze een keer in het zonnetje gezet, wanneer worden ze geholpen, wanneer kunnen ze verder met hun leven, wanneer worden ze uit deze trauma getrokken, wanneer worden ze een keer gezien, gehoord, geholpen. Het is alleen maar bureaucratie. En daar wil dit slachtoffer wat meer over vertellen. Hoe heb jij dit ervaren? Die urenlange gang van zaken. Wil je een eerlijk antwoord of wil je een sociaal, maatschappelijk gewenst antwoord? Natuurlijk wil je same bullshit, different day. Klaar? Ja. Je komt hier omdat je wil dat ze weten dat we geen slachtoffers zijn, maar overlevers. Dat we sterke mensen zijn. En dat er gewoon een gezicht zit achter het verhaal waar zij uren nutteloze dingen over zeggen vaak. Ja, dat is waarom we hier zijn. Meer kan ik er eigenlijk niet echt over zeggen. Waren er nog lichtpuntjes in deze hele tunnelvisie? Niet voor mij in ieder geval. Er wordt een motie van wantrouwen uitgesproken die vervolgens niemand volgt. Dus het blijft een spelletje, zeg maar. Een soort van poppenkast waar je naar kijkt. Met de beste intenties waarschijnlijk, maar niet met het handelingsvermogen om er echt iets aan te veranderen. Dus dat is jammer. Ook opvallend natuurlijk, 150 Kamerleden waren misschien maar 20 aanwezig. Ja, dat kan iets zeggen over hoe belangrijk ze het vinden. Ik weet natuurlijk niet wat er aan de hand is in hun persoonlijke leven, dus daar kan ik geen uitspraak over doen. Maar het waren er wel bar weinig, inderdaad. Ja, dit zijn mensen die komen van heinde en verre. Ze willen gewoon laten zien hoe ze zich... Nee, ik film niet. Ik film naar binnen, mevrouw. Sam! Maakt niet uit, het is laat. Zie je, mensen willen anoniem blijven, daar hebben we alle begrip voor. Ik film naar binnen. Ja. En ik vind het ook vervelend soms om mensen te filmen en zelf dan niet op beeld te komen. Je wil een gesprek voeren. Mm. En deze, ik heb haar even gesproken aan het begin. We zijn hier samen binnengekomen, we kwamen optimistisch. En het wordt niet gesproken over vermiste kinderen. Er wordt niet gesproken over de enorme problemen die ze nog op de dag van vandaag hebben. Er wordt niet gesproken over een korte termijn oplossing of een korte termijn tijdelijke oplossing. Want je kan ook met tijdelijke oplossing komen. Nee, 2027 wordt genoemd, 2026, 2025, 2030. Dus al met al lange termijn afschuiven. En er zijn zoveel mensen werken nu, ze verdienen hun brood aan de affaire, terwijl de slachtoffers geen brood kunnen kopen. En dan moet je eens gaan nadenken. Het is gewoon een marteling, het is een vernedering en het is dweilen met de kraan open en het uitstel. Het is een uitstelproces, want de Belastingdienst wil niet toegeven wie er fout zaten, wil geen namen vrijgeven, wil geen ontslagen doen. Ze willen niet dat openbaar komt hoe het tot stand gekomen is. Zelfs Eerst en Tweede Kamer houden dat tegen. Ik heb zelfs interviews gezien met belanghebbenden. Ze houden tegen om de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid in beeld te brengen. Plus, het gaat om zoveel geld, dat willen ze ook niet kwijtraken. En dat zou hun de Belastingdienst ook een enorme klap geven. Hoe zie jij dat, als ik dat zo zeg? Wat zou de reden kunnen zijn dat ze het steeds uitstellen? Het geld is er niet, de wilskracht is er niet, de schuldvraag is er niet. Gewoon de verantwoordelijkheid willen verleggen of niet op je willen nemen. En het kost gewoon heel veel geld inderdaad om dingen te herstellen. Of eigenlijk echt slachtoffers of de gedupeerden hun schade toe te kennen. Want hoeveel gezinnen gaat het uiteindelijk om? Sommigen zeggen 70.000 ouders, dus dan praat je over 35.000 gezinnen. Hoe zie jij dat? Of is dat gewoon onbekend? Nou, ik denk dat het onbekend is, want van die 50.000, ik weet niet hoe dat verdeeld is, maar het zijn er gewoon te veel. Eén is al te veel trouwens, dus ja. Ik hoef het niet eens over de getallen te hebben. Eén is al te veel. Er is gewoon op grote schaal onrechtmatig gehandeld. En dat is wat voorop moet staan. Ja, nou, diep respect. Jij gaat nu in gesprek ook met Blackbox mensen. Dus jullie kunnen daar ook terugzien. En het is laat. De emoties lopen hoog op. Ja. Iedereen is moe. Ja. Er zijn echt mensen, dat wil ik nog wel even gezegd hebben. Er zijn mensen echt van de tribune die zich hebben laten horen, die zijn verwijderd. Er is hier iemand die is ook ooggetuig, hij wil ook liever niet op beeld komen. Mm-hmm. Er is geweld gebruikt, mensen zijn de mond gesnoerd, er waren bepaalde dingen ingestudeerd.
Er waren haviken aanwezig, er is een politiefotograaf aanwezig geweest die mensen stiekem fotografeerde. Beveiliging was heel roerig, wel vriendelijk de meeste, maar een paar waren natuurlijk ook erg gespannen, want die worden daar natuurlijk op uitgekozen. Dus ja, het was zeker gespannen. Er is wel veel geapplaudisseerd. Er zijn toch mensen die hebben zich laten horen. En daar heb ik natuurlijk heel veel respect voor, want het is ook moeilijk. Persoonlijk ben ik blij hoe ik hier heb kunnen functioneren. Vorige keer ben ik hier ook verwijderd zonder duidelijke redenen. Nou, de laatste trein komt eraan, mensen. Dus wij gaan naar huis. En ja, wordt vervolgd. We gaan er later nog op terugkijken. Laatste update. Slaap lekker, mensen. Neem je rust en tot morgen. Dat is toch een motie van wantrouwen steunen? Niet? Rara. Zie je, hier rent de politici voorbij. Ja. Welke partijen zijn? Ja, GroenLinks. Rara. GroenLinks, extreem links, extreem. Extreem de verkeerde kant op in dit land. Great reset. Klimaatbewust, klimaatobsessie. Yeah.